1000 stukjes. Ja, leuk ja, puzzelen. Weet je wat? Ik ga eerst uitzoeken hoe ze gemaakt worden. Hier in de puzzelfabriek in Medemblik worden elke dag duizenden puzzels gemaakt. Maar kan je nagaan hoeveel puzzelstukjes dat zijn? Kom maar terug, hè, anders klopt hij niet meer. Alle puzzelstukjes zijn ooit begonnen als één afbeelding of foto. En hier in de fabriek liggen al die afbeeldingen van puzzels op voorraad klaar. Hey, nou kijk, zo is mijn puzzel ooit begonnen. De afbeeldingen worden op het karton geplakt. Beetje lijm erop, dan worden ze precies op elkaar gelegd en hier nog even stevig aangedrukt. De platen moeten eerst een paar dagen drogen, totdat al het vocht van de lijm uit het karton verdwenen is. Na het drogen maakt de stansmachine er dan echt een puzzel van. Scherpe messen met kronkelige puzzelvormen. En die worden in het karton geperst. Stansen heet dat. In de puzzelfabriek hebben ze een heleboel stansmessen in verschillende patronen. En al die stansmesjes, die zitten op één blok. En zo verandert in één klap een plaat karton in een puzzel van wel honderden stukjes. Ja, of duizend, zoals deze. En uiteindelijk komt er ook nog een stukje rubber in. Dat zorgt ervoor dat het karton niet tussen de messen blijft steken. En zo heeft elke puzzel zijn eigen stansmes. En hier gaat dat hele stansmes de stansmachine in. Als ze uit de machine komen, dan zijn het nog steeds hele platen. Ja, je ziet de patronen van de puzzelstukjes wel, maar ja, ze zijn nog niet gebroken. Dus het lijkt net alsof de puzzel al is gelegd. En na het stansen gaan ze hier omgekeerd puzzelen. Een puzzel die al in elkaar zit, in stukjes breken. Nou, deze puzzelbreekmachine doet het echt razendsnel. Kun je hem thuis maar zo snel in elkaar zetten. Nou, en dan de deksel erop. Het valt nog best tegen om dat snel te doen. Zo, ik ga maar even verder met mijn eigen puzzel. Eerst de hoekjes en de randjes. Hé, hoekje. Ik ga toch mijn oma maar even bellen.